Op een eikingstoets kunnen we afstanden vergelijken door gebruik te maken van de rand van een kladblad. Bij deze specifieke oefening zijn we op zoek naar het punt dat het dichtst bij het punt M ligt. We gebruiken dan het kladblad als een soort lat, leggen het langs de twee punten en duiden zo de afstand aan. We gaan dan elk punt rond om te zien of er een punt is dat dichter ligt dan het punt dat we hiervoor hebben aangeduid. Hier zien we dat C duidelijk het dichtst bij M ligt.